Goedemiddag dames en heren, welkom bij deze Tech Talk Studio die we deze keer doen bij KPN. Nou, welkom aan de mensen hier. Er zit een handjevol mensen, allemaal geïnteresseerd in cybersecurity. Er zitten heel veel KPN-medewerkers mee te kijken via de livestream. Nou, welkom allemaal. Jullie kunnen ook meetwitteren natuurlijk, TechTalkNL op de hashtag TTKPN. En als het goed is, hebben jullie ook via de e-mail meegekregen. En ook welkom aan de mensen die later dit terugkijken via ons TikTok-kanaal. We gaan het hebben over cybersecurity en wat KPN daar allemaal aan doet. En hoe kan het ook anders? Hè? We hebben nu Alert Online, een hele week lang alleen maar cybersecurity awareness in heel Nederland. We hebben iets van 120 partners die allemaal verschillende plaatsen bijeenkomsten hebben. Sommige heel klein, heel technisch, sommige heel groot, meer populair. En KPN is een van de hoofdpartners daarvan. Dus daarom zijn we ook wel super trots dat we hier bij jullie zijn. Goed, waar gaan we het dan over hebben? We gaan 9 cybersecurity experts spreken, hier aan de TechTalk-tafel, over allerlei onderwerpen. Ze krijgen alleen maar 10 minuten per persoon. Dus ze doen het kort en hard. En ze moeten het goed weten uit te leggen aan zowel de helpdesk-medewerker als de directeur. Dus dat wordt best een hele uitdaging. In deel 2 gaan we meer de diverse aspecten van cybersecurity bekijken. We presenteren de Blackphone, dat is een telefoon waarmee je dus geheim kan bellen. Alles wordt versleuteld. Silent Circle, allerlei apps om dingen te versleutelen zodat niet iedereen mee kan lezen, zoals de NSA of cybercriminelen. We gaan het zelfs hebben over cyberwar, hè. Dat zijn onderwerpen die best wel ver weg liggen. We gaan het ook hebben over ethisch hacken. Hè. Het Red Team hier hackt KPN zelf om te kijken hoe veilig het wel niet allemaal is. Privacy, een belangrijk onderwerp van cybersecurity. Dat is in deel 2, wat begint om 2:50. Eerste uur gaan we het hebben over de kern van de zaak. Hoe houdt KPN nou continu in de gaten wat er gebeurt online met de netwerken? Dat moest ook wel, zoals jullie misschien nog wel weten, 2012, 16 januari, dat was een knul van 17 uit Barendrecht. Het KPN gehackt, de DNS-service kon die allemaal in. Code rood, het was één grote ellende. Sindsdien is er heel veel awareness gecreëerd intern. Daar gaan we wat aan doen. Er werd een Chief Information Security Office opgezet. Het CERT-team zit daarin. En daar gaan we het over hebben in deel 1. Hoe doen we dat? Monitoren. We hebben een operations center wat continu kijkt op het internet. Verdachte bewegingen. We hebben een CERT-team, Computer Emergency Responsive Team. Als er wat gebeurt. En niet alleen hit and run, daar zitten dus ook forensische mensen bij om sporen veilig te stellen, zodat het de volgende keer niet nog een keer gebeurt. Maar zoals altijd begint het bij het begin bij beleid. Want we moeten wel de juiste mensen op de juiste plek hebben, dat iedereen ook weet wat hij moet doen. En dat is best een uitdaging hier bij KPN met al die security medewerkers. Dus we beginnen met Mark van Kasteren. Hij is namelijk de teamleader strategy en policy. Sinds 2013, hij heeft toen 4 jaar bij Nokia gewerkt, maar van 1999 tot 2007 werkte hij ook al bij KPN. Dus ik zou zeggen, een oud KPN'er. Ik zou zeggen, Mark, kom erbij! Nou, welkom hier in onze TikTok studio. Dank je. Bij KPN. Nou, het is voor jou thuis, het is voor mij hier op bezoek. Ik denk, ik begin bij jou, want kijk, beleid, dat is natuurlijk heel belangrijk voor de juiste mensen op de juiste plek te krijgen, dat iedereen weet wat hij moet doen. Maar mijn ervaring met cybersecurity mensen is dat ze zijn allemaal heel slim en stond eigenwijs. Hoe doe je dat? Om ze toch een beetje goed samen te laten werken. Nou, daar zijn meerdere dingen voor. Het begint inderdaad, zoals je aankondigde, bij het beleid en niet zomaar bij een beleid. Wij hebben heel bewust bij de creatie van ons huidige beleid, de KPN Security Policy, hebben we als vertrekpunt eenvoud genomen, wat ook een van de uitgangspunten is van KPN in haar dienstenlening. En dat betekent dus voor alle medewerkers, en niet alleen voor de security experts, dat er geen wollige encyclopedieën online staan, waarin ze eerst 50 pagina's door moeten voordat ze wat vinden wat relevant is. Maar dat dingen heel tot de kern beknopt zijn beschreven en ook heel makkelijk te vinden zijn via een zogenaamde smart policy matcher, waar mensen gewoon een kernwoord in kunnen vullen of een vraag en dan heel direct komen bij, hey, bedoelde je dit of dit? Oh, dus het is niet zo van, nou, dit zijn de kaders zoals we dat noemen in beleid, maar het is eigenlijk meer als iemand iets nodig heeft, dan kunnen ze kijken van, oh ja, zo werkt. Precies, dan kunnen ze via de intranetomgeving heel snel daar terecht bij komen. Ja. Hé, hey Mark, dat is nog vrij nieuw, hè? Want 2012, hè, toen was het code rood, alert, alle dingen.
dingen, CISO werd opgetrommeld. Toen zijn ze ook begonnen met deze manier van beleid voeren, toch? Correct. Hoe hebben jullie dat opgezet? Met TNO had ik begrepen. TNO heeft jullie geholpen met, ja, hoe doe je dat nou eigenlijk? Hè? Precies, TNO is daarbij betrokken geweest. Die hebben ons geholpen met een stukje kader en raamwerk neerzetten. Vooral de indeling en de structuur van het beleid. Maar puur de daadwerkelijke beleidsstukken zelf en de requirements op de diverse securitygebieden, die hebben we gezamenlijk met mensen vanuit de organisatie opgesteld en gereviewd. Dus het is ook weer heel bewust niet vanuit de Ivoren Toren opgesteld, maar samen met mensen vanuit de organisatie die expertise hebben op een aantal gebieden om te voorkomen dat je een stuk beleid creëert wat niemand herkent of niet aansluit. Want je zegt nou van in samenwerking met de betrokken mensen, maar stel er zit nu iemand mee te kijken en je denkt, ja, dat zegt Mark wel, maar bijvoorbeeld iemand van de helpdesk die krijgt steeds vragen over cybersecurity of een manager die zegt van ja, ik krijg het maar niet tussendoor. Kunnen ze dan ook gewoon bij jou terecht? Hey, Mark. Dan kunnen ze ook niet alleen bij mij, maar de gehele security organisatie terecht. Ja. Hè? We hebben best wel wat mensen in diverse segmenten zitten die de mensen in de lijn kunnen ondersteunen. Komen die er niet uit of is het iets heel specialistisch? Dan gaan mensen vanuit mijn team erop af. Mm-hmm. Maar we zitten niet alleen in zo'n reactieve stand. We hebben ook heel bewust, nadat de policy is gemaakt, gezegd, we gaan die policy implementeren. En niet alleen online zetten en vervolgens afwachten tot er iemand met een vraag komt. Maar we zijn KPN breed bezig met de uitrol van het beleid. Mm-hmm. En in het kader van die uitrol ondernemen we diverse activiteiten om te zorgen dat de medewerkers in de lijn weten wat ze verwachten. En dit jaar hebben we ons heel erg gefocust op de mensen in innovatieland. Okay. Omdat KPN levert van haar dienstverlening en wij innoveren als organisatie heel veel. Het is natuurlijk heel belangrijk dat die innovaties ook secure zijn, ja, zodat zowel de consument als de zakelijke klanten ook daar een dienst afnemen die voldoet aan die eisen. Ja, want hoe werkt dat? Stel dus een knappe kop of knap team, die hebben wat nieuws bedacht. Ja, dat gaan we doen, fantastisch. Die willen zo snel mogelijk de markt op. Hè. Dus een marketingmanager die zegt van, nou, ik weet nog wel wat klanten. Dan zeg je, ho, security. Nee, ik zeg niet ho, wij gaan geen innovatie zitten remmen. Dat is een beetje een traditionele aanpak. Ja? Nee, wij zeggen gewoon, ga vooral innoveren. Maar zorg dan wel voor dat je op basis van je innovatiescope ook relevante security requirements uit het beleid meeneemt. Ja. En kijk even of je project, of jij daar hele belangrijke aspecten raakt. Bijvoorbeeld privacy is er één. Nou, als dat een onderdeel is van die innovatiescope, ja, dan komt er een hoog uit en wordt er extra aandacht gegeven. Maar het is een soort afvinklijstje? Nou, voor het klassificeren van zo'n project is het gewoon een soort vragenlijstje inderdaad, ja, waarbij de projectmanager met ondersteuning van architecten en consultants kan zeggen, hey, dit is ja of nee. Ja. En daarvoor komt dan uit, hey, dit project is high risk of niet. En als dat zo is, dan moeten nog wat extra dingen gebeuren. On top van die standaard requirements die we zo en zo al eisen. Ja. Maar dingen worden natuurlijk sowieso getest voordat ze naar buiten gaan. Hè? Daar zit natuurlijk wat vervolgstappen aan. Want met alleen zeg maar, het plaatsen van een stoplicht op de weg kom je er niet. Je moet ook zorgen dat als er toch iemand door rood of oranje rijdt, dat er dan een afdeling is of groep mensen die daar dan achteraan gaat. En dat hebben we ook in de vorm van ons Portal Authority, die dus internet-facing diensten test. Dat is een eis vanuit het beleid. De Portal Authority? Ja. Wat is dat? Nou, dat is een afdeling waar allemaal ethical hackers zitten. Ah. En die zijn heel erg goed. Die zijn ook derde geworden met de Cyber Olympics dit jaar. En die nemen die diensten dan onder de loep en kijken of die veilig genoeg zijn om live te gaan. Dus stel, ik heb een nieuwe mobiele dienst bedacht en ik heb die marketing manager om die wil het gaan verkopen. En dan kijk ik naar requirements, vink. En dan komt dus inderdaad die portal in actie en dan lever ik mijn product aan hun. En dan gaan ze testen en dan komen ze terug en zeggen, ja, zo lekker als een mandje, meneer Van Tol. Ja, daar kan in worst case zo'n verhaal uitkomen. Ja, maar als zij dan testen en dan zeggen, nou, dit ding is gewoon safe, dan krijg je ook een soort van kwaliteitskeurmerk. Het is niet dat er dan een diplomaatje komt, maar dan mogen ze wel verder. Ja. Het kan ook zijn dat het inderdaad bar en boos is en dat er de rode vlag wordt gehezen en dat het naar het bestuur gaat van deze organisatie. Oké. Hey, dankjewel. Mark van Kasteren. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel.